zijn nu op de voormalige terrein van de boogschutters. En wij gaan daar een mountainbikeparcours gaan wij daar aanleggen voor onze vereniging. En ja, dat wordt een heel erg mooi ding. Wordt dat. We gaan bulten maken. Nou, je ziet het hierachter bij mij. We gaan bruggetjes maken. We gaan allerlei andere obstakels gaan wij maken. En dat is eigenlijk allemaal bedoeld voor de mountainbikers om daar hun techniek goed te kunnen aanleren. Wij zijn afhankelijk van vrijwilligers. Wij hebben als jeugdafdeling hebben wij momenteel een 6-7 trainers. En daarbij hebben we nog een aantal tweede begeleiders die mee fietsen om de veiligheid te vergroten. Maar wij gaan, wij hebben een behoorlijke groei hebben wij. En ja, dan kom je op een gegeven moment trainers en begeleiders kom je tekort. En dan is dit een hele goede optie om een eigen afgesloten terrein te hebben waarbij een trainer in zijn eentje een hele groep kan gaan trainen. We zijn nu 6 weken bezig en ik denk dat we nog een maand of 2, 3 te gaan hebben. Ach, yes.